Lennart, heb je enig idee hoeveel ballen je vandaag veroverd hebt? Blijkbaar genoeg om te winnen, dus nee, dat is mooi. Ja, want je zat op een gegeven moment even 20 minuten opstartproblemen en daarna overal ertussen. Het was echt bizar en een lust voor het oog. Ja, heel veel getraind, heel fit, dus dat kan je allemaal heel makkelijk belopen. Dus dan misschien nog iets fitter om dan juist op derde fase dan juist belangrijk te kunnen zijn. Maar ik heb denk ik vandaag wel goed gespeeld. Ja, het was een paar keer dat jij een bal verovert, daar komen dan gewoon kansen uit. Maar ook iedere keer als je een bal verovert, niet in paniek raken en de juiste kleur in spelen. Waar zit dat hem in dat jij dat wel kan en een ander dat niet? Heel veel trainen. Nou ja, natuurlijk. Ik heb ook van heel veel trainers geleerd om juist dan rust aan de bal te krijgen. Juist dan weer even rustmomenten pakken en dan weer te aanvallen. Dus dat is wel mooi. Ja, dan kan ik me ook wel goed voorstellen dat het lekker is als... Ja, je komt bij een andere club, je wordt weer verhuurd en je hebt een trainer die eigenlijk gelijk vanaf het begin zegt, oké, nou prima, jij gaat gewoon in de basis spelen. Ja, stop. Stop, ja. Nee, geeft me heel veel zelfvertrouwen ook en ja, dan kan ik, zeg maar, dit soort wedstrijden zijn top om dan lekker in te spelen, dus ja, heerlijk. Ja, dan is de uitkomst ook lekker. Had je er nog geloof in? Want ik dacht, nou, hij fluit eigenlijk af toen die bal werd weggewerkt. Dat dacht ik eerst ook, maar ja, 1-op-1, ik liep ook nog mee. Maar ja, hij schiet hem echt goed binnen, dus nou, ik had hem, zeg maar, niet echt verwacht, maar het is echt heel lekker als je dan wint. Ja, dat is dan de extra lekker als het op deze manier gebeurt. Maar wat is dat met die Zweden van jullie? Want ze scoren vandaag allemaal. Zweden is mafia. Ja, alle drie gescoord, ja. Nee, stop, ja. Is dat dan misschien, zij komen natuurlijk uit het seizoen gelopen, merk je dat het misschien daarin zit? Ik zou het echt niet weten, man. Nee, ja, ze hebben echt heel goed gespeeld allemaal, dus ja, dat is top, natuurlijk. Ik ben heel trots op hen. En ik denk dat dit voor jullie ook wel voelt als een kleine lange neus aan al die analisten die er zogenaamd verstand van hebben en jullie allemaal onderaan hebben gezet in de voorspellingen. Nee, ja, ik heb het niet, dat heb ik niet gezien, maar ja, ik denk dat ze wel anders nu zullen kijken. Nou ja, we hebben gewoon heel goed gespeeld en we gaan proberen volgende week ook weer zo goed te spelen.